Welk effect heeft stress op vrouwen? Welk effect heeft stress op vrouwen? Iedereen ervaart op een bepaald punt in zijn, haar leven wel eens stress. Op die momenten, wanneer iets ons helemaal lijkt op te slokken en we ons onder druk gezet voelen, begint ons lichaam bepaalde veranderingen te ondergaan en wordt ons leven hierdoor beïnvloed. Over stress wordt in de media of in gespecialiseerde magazines vaak in heel algemene termen gepraat. Slechts zelden wordt er aandacht besteed aan het verschil tussen mannen en vrouwen en hoe de persoonlijke realiteit van vrouwen lijdt onder stress. Vrouwen hebben een andere fysiologie dan mannen, wat betekent dat het verschil in hormonen er ook voor zorgt dat stress een verschillend effect op hen heeft. Wanneer we daar nog eens al de vrouwelijke verantwoordelijkheden aan toevoegen, die gaan van het professionele leven tot het gezins- en familieleven, voor de kinderen, maar ook voor oudere familieleden zorgen, dan zien we dat de vrouwelijke realiteit doordrongen is van factoren die voor stress kunnen zorgen. Zoals reeds gezegd, ondergaat het lichaam veranderingen wanneer het onder stress staat en bij vrouwen zijn deze veranderingen anders dan bij mannen. Met die wetenschap in het achterhoofd, willen we graag die vrouwelijke realiteit aanhalen en je enkele richtlijnen aanbieden die behulpzaam zouden kunnen zijn. Gewoonlijk stresserende situaties voor vrouwen: de druk van het werk combineren met familiale verplichtingen. Menopauze, zorg dragen voor zieke familieleden, huwelijksproblemen, relatiebreuken, scheidingen. Verschillende studies tonen aan dat vrouwen gemiddeld gezien gevoeliger zijn voor stress dan mannen. Desalniettemin zijn ze, dankzij hun oestrogeenlevels, beter in de omgang met stress en zijn ze sterker. Professor Carl Pibram van de Universiteit van Californië beweert dat vrouwen stress ook op een meer logische en verbale manier benaderen dan mannen. Deze strategieën maken hen dan ook capabeler in dit opzicht. De effecten van stress op de vrouwelijke gezondheid: hoofdpijn, vooral juist voor de menstruatie met zware migraineaanvallen. Oesofageale spasmen, buikpijn en moeite met slikken. Haarverlies. Misselijkheid, pijn in de borststreek, rug en nek. Frequente drang om te plassen. Gebrek aan interesse voor seks. Veranderingen in de menstruatiecyclus, komt later voor of verdwijnt helemaal, wat over het algemeen bekend staat als amenorrhea. Angstaanvallen. Slapeloosheid, veranderingen in het immuunsysteem, vatbaarder voor ziektes zoals osteoporose, inflammatoire artritis, type 2 diabetes. Huidproblemen. De huid is zeer gevoelig voor angst- of stresssituaties, waardoor eczeem, vlekken en donkere cirkels onder de ogen vaker voorkomen en de huid zijn stralende kwaliteiten verliest. Dit is het geval doordat de cellen van de opperhuid meteen op stresshormonen reageren, waardoor vasoconstrictie ontstaat, er meer haar verschijnt, je meer gaat zweten en je gezicht er in het algemeen moe uitziet. Wanneer de stressvolle situatie erg intens en aanhoudend wordt, ontstaat er het risico op veel complexere realiteiten die de volgende ziektes kunnen veroorzaken: anorexia of bulimia, depressie, angststoornissen. Hoe om te gaan met stress? Als er iets negatief is aan stress, is het dat het ons levensjaren afneemt. Het zorgt ervoor dat we verouderen en heeft een ernstig effect op onze gezondheid.
Ons lichaam vult zich met giftige stoffen en het wordt steeds moeilijker om ons alledaagse leven met dezelfde kracht en levensenergie als vroeger te benaderen. Je moet zo snel mogelijk de situatie onder controle proberen krijgen. Maar hoe? We helpen je daarbij, identificeer de oorzaak van je problemen en probeer deze op te lossen met de hulp van je familie of vrienden en indien nodig professionele hulp. Maak tijd vrij voor jezelf, zelfs al is dat slechts een uurtje per dag. Maak een wandeling, luister naar muziek en voel je goed. Stel prioriteiten en houd je mentale toestand in het oog. Je moet voor jezelf beslissen wat er belangrijk is in jouw leven en van je gezondheid een fundamentele pijler maken. Probeer uit te maken welke situaties jouw stress en frustraties bezorgen. Identificeer deze en denk na over hoe je er beter mee kan omgaan. Welke voedingsstoffen helpen je in stressvolle situaties? Vitamines A, C en E zijn erg doeltreffend, samen met voedingsstoffen die de eliminatie van vrije radicalen stimuleren, zoals wortels, kantaloop, broccoli, spruiten, spinazie, yucca, zoete aardappels, tomaten en gedroogde fruitsoorten. Vitamine B versterkt het centrale zenuwstelsel en heeft een verdovend effect. Je kan het vinden in biergist, granen, avocado, kolen, groene bonen en meer. Mineralen zijn ook onmisbaar, met magnesium, calcium en kalium voorop. Je kan deze vinden in fruit en groenten. We raden vooral magnesium aan, dat dankzij zijn kwaliteiten een grote hulp is in stresserende situaties.